Jordan Theze werd eind vorig seizoen kampioen met PSV onder 17, ging naar het EK met Oranje onder 17 en tekende vandaag in het Philipsstadion zijn eerste contract bij PSV. Het zijn dus mooie tijden voor de jonge talentvolle verdediger. En uit handen van Marcel Brands kreeg hij zijn eerste shirt met zijn eigen achternaam achterop. Een bekroning voor al het harde werken. Ja, ik voel me heel goed. Na lange werken heb ik dit denk ik wel verdiend, zeg maar. Na alle dippen die ik heb gehad. Dus ik ben blij, maar mijn familie is blij. Al mijn vrienden zijn blij, dus ik ben ook blij. Je had net over je dipjes afgelopen seizoen met onder 17 jaar. Dat was eigenlijk wel een topjaar. Hè? Is dit dan een mooie bekroning daarvoor? Ja, zeker. Dat is bekroning voor mijzelf natuurlijk. En onder 17 hadden we de goede ploeg. En bekroond met een kampioenschap. Ik ben heel blij mee. Bijna dagelijks op de hergang trainen, hard werken. Ja, nu sta je hier in dit stadion. Ja, over een paar jaar moet het dan misschien wel hier gaan gebeuren, hè? Natuurlijk, daar ga ik natuurlijk voor. Daar werk ik heel hard voor. En een heel mooi stadion met een mooi publiek. En daar streef ik naartoe. Je hebt net je shirt gekregen, deze nummer 3. Waar komt die te hangen? Ja, ik denk dat die in de woonkamer komt te staan. Mooie inlijsten en kan iedereen mooi zien. Ik ben trots op. Je doel voor komend seizoen, wat zijn die van jou? Natuurlijk goed ontwikkelen bij PSV onder 19. En dan het liefst veel minuten maken en dan jong PSV en dan zo naar de eerste gaan. Probeer deze dag eens te beschrijven, de dag van je eerste contract. Ja, natuurlijk een mooie dag en dat ga ik nooit meer vergeten, denk ik. Eerst lekker getraind en nu dit. Ja, de dag kan niet meer beter, denk ik.